welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een full face met allemaal Make-up Revolution make-up. Ik hou van Make-up Revolution. Ik vind het een van de beste betaalbare merken. En ik ben ook blij dat het steeds meer verkrijgbaar is in Nederland, want dat was eerst echt niet. Je kunt het nou echt wel op verschillende websites krijgen. En daar ben ik echt super blij mee, want ik hou van betaalbare make-up merken en vooral als ze ook echt heel goed zijn. Make-up Revolution is echt een merk waarvan ik volgens mij echt bijna het meeste heb gebruikt. Meestal was het ook goed, hier en daar een paar misses, maar dat is altijd nooit, is echt alles goed. Maar ik vind wel echt zeker 80% van wat ik heb getest van dit merk, vond ik gewoon echt prima. Vooral voor de prijzen. Dus ik ben ook heel enthousiast dat ik nou deze video maak voor jullie. Een aantal dingen zijn nieuw. Het meeste is nieuw. En sommige dingen had ik al, maar dat vertel ik ook allemaal in de video. Ik ga ook vertellen waar ik het heb gekocht en al die dingen. Dus ben je hier benieuwd naar, blijf dan gewoon vooral even kijken. Oké, we gaan beginnen. Ik heb nog niks op mijn gezicht. Ik heb mijn wenkbrauw gedaan en mijn ogen geprimed. Ik ga vandaag weer eerst beginnen met de ogen. En ik heb van Make-up Revolution een paletje die is gemaakt in samenwerking met Tammy. Tammy is een meisje op Instagram en YouTube. En zij doet ook allemaal make-up. En zij heeft dus een samenwerking met Make-up Revolution. En heeft dus dit paletje uitgebracht. Dit is dus de Make-up Revolution in samenwerking met Tammy Tropical Paradise Palette. Nou, dit is dan het paletje. Dit is echt gewoon een echte goede spiegel. Je kunt jezelf hier gewoon echt heel goed in zien. De achterkant is gewoon zwart. En de kleuren zijn echt heel tropisch. Het heet ook de Tropical Paradise Palette. Dus je hebt een beetje felle kleuren en ook wat neutrale kleurtjes. Nou, zoals ik altijd doe als ik een nieuw paletje probeer. Ik ga proberen om een make-up look te maken waarbij ik zoveel mogelijk van de kleuren kan gebruiken. Zodat ik goed kan zien wat ik vind van het paletje. Dus dat ga ik nou ook weer doen. Ik heb mijn ogen al afgepoederd. Nou, ik ga eerst deze bruine kleur hier beneden pakken. En die ga ik in mijn arcadeboog doen als transitiekleur. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind de kleur echt heel mooi. Ik vind het ook heel fijn dat ze zo hier om de drie van die soort van transitiekleuren heeft gedaan. Dan kun je altijd gewoon een hele look maken met alleen dit paletje. Zonder per se andere kleuren erbij te hoeven pakken. Maar ik moet wel zeggen dat het een beetje moeilijk uitblendt. Het kost me wel echt wat meer moeite, ja, dan ik gewend ben eigenlijk. Want het blijft een beetje plakken. En dat is niet zo fijn. Ik vind het toch wel fijn als de oogschaduw wat makkelijker uitblenden. En mijn werker gaat af, want mijn video staat online. Dan pak ik deze bruine matte kleur. En daar ga ik er nog mee overheen, maar dan iets eronder. En ik ga vooral richten op de buitenste ooghoeken, om het iets donkerder te maken. De oogschaduwen zijn in het paletje ook best wel poederig. Maar op mijn oog niet. Op mijn oog heb ik verder geen fallout of zo. Dus ja, dan maakt het me eigenlijk niet per se uit dat ze poederig zijn in het paletje. Wow, ik vind dit echt heel mooi. Deze kleuren gaan echt prachtig samen. Het is echt een beetje tropisch bruin. Dat klinkt echt heel raar, maar het is een beetje roodbruinig. Als je wat lawaai hoort, ik weet niet wat er allemaal buiten aan de hand is. Er zijn motors of zo, I don't know. Maar het raam staat open omdat het echt heel warm is. Deze kleur blendt ook wat makkelijker uit dan die kleur van net. Dat is wel fijn. Ik weet niet waarom, maar die eerste kleur wilde gewoon niet zo goed blenden. Ik zet ook alles wat ik beschrijf beneden in de beschrijving. Dit paletje was rond de 10 euro en ik heb die gekocht op Shop Revolution Beauty. Maar ik zet die website ook allemaal beneden neer en dan weet je gewoon waar ik alles heb gekocht en kun je het gewoon snel vinden. Ik pak heel even wat concealer om een halve cut crease te maken. Je kunt voor een cut crease elke concealer gebruiken die heel dik is en dekkend is. Hoe dikker de concealer is, hoe geschikter voor een cut crease. Nou, de cut crease is gemaakt. Ik heb ook een video gemaakt hoe je makkelijk een cut crease maakt. Als je die niet hebt gezien, klik maar even hierboven. Dan ga ik nou de glitterkleuren aanbrengen en dat is altijd het leukste. Ik ga drie kleuren gebruiken. Ik ga eerst beginnen met deze groene kleur. En die ga ik vanaf het begin van mijn ooglid tot ongeveer hier, dus een kwart van mijn oog, ga ik het aanbrengen. En ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus. Ik heb wel even mijn camera iets lager gezet, want die stond echt iets te hoog. Ik ga even verder met die groene kleur. Ik vind hem trouwens echt heel mooi. Het kost me ook niet veel moeite om hem aan te brengen, dus ik ben er wel blij mee. Dit doe ik ook even hier. Nou, ik ben echt blij dat het met al deze kleuren echt een stuk beter gaat. Want toen ik die eerste kleur opdeed, ik dacht echt, nee, deze blendt echt niet goed. Maar voor de rest gaat alles goed. Dat was echt de enige kleur waarvan ik dacht, nee. Maar je hebt dat vaker in oogschaduwpaletjes. Dat een paar kleuren gewoon minder zijn dan de andere. Ik weet niet hoe het komt. Ik zou denken dat je gewoon alles precies hetzelfde doet. Maar ja, het hangt ook af van de kleur. De ene kleur is makkelijker om te maken dan de andere kleur. Nou pak ik deze gouden kleur en die doe ik op de rest van mijn ooglid.
Deze kleur is ook echt weer heel mooi. Ik heb tot nu toe niks aan te merken op de glitterkleuren. Heel mooi gewoon. Ik moet wel zeggen dat de gouden kleur mij weer iets meer moeite kostte dan de groene kleur. De groene kleur was echt erop en het was perfect. En de gouden kleur moest ik toch wel echt een paar laagjes doen. Ik zie toch wel heel veel verschil qua kleuren in dit paletje. Maar ik vind het absoluut niet slecht. Nou pak ik even een klein rond kwastje en dan ga ik even deze groene en gouden kleur in elkaar uitblenden. Pak nou een beetje van die gouden kleur op deze kwast en daarmee ga ik een beetje over de rand heen. En nu pak ik een beetje van die groene kleur en daarmee ga ik ook over de rand. En dit doe ik omdat door die gouden kleur een beetje van het groene verdween. Dus ik wil het weer een beetje terugbrengen. En dan pak ik weer deze hele mooie bruine kleur hierboven. Dezelfde als die van net. En die ga ik weer hier in de buitenste hoek van mijn oog uitblenden. En dit dan samen inblenden met de gouden kleur. Nou, ik vind de look heel mooi geworden. De kleuren passen echt perfect samen. Het is echt een beetje een tropische look. Want ik wilde het ook zo maken omdat dit paletje dus een tropisch paletje is. En dan is het wel leuk als je zo'n soort look maakt. Nou ga ik echt een tikkie van deze zwarte kleur pakken. En die ga ik hier ook in de buitenste ooghoek doen om het allemaal iets donkerder te maken. Maar ik pak echt maar een heel klein beetje. Deze zwarte kleur is ook heel mooi. Blenden ook gewoon heel fijn uit. Zoals ik al zei toen net, er zit best wel wat verschil in qua kleuren. De enige kleur waarvan ik echt zeg van ja, die vond ik toch niet zo fijn, is deze onderste kleur. Voor de rest vind ik de kleuren die ik heb gebruikt heel fijn. Ik heb dus echt 1, 2, 3, 4, 5 kleuren gebruikt tot nu toe. En ik ga er nog meer gebruiken. Maar dat doe ik straks, want dat komt onder mijn ogen en in mijn binnenste ooghoek. Dus dat gaan we straks verder afmaken. Voor nu is even hierboven de ooglook af. En ik raad tot nu toe dit paletje zeker aan. Vooral voor de prijs met 10 euro. En je krijgt zoveel kleuren. Ondanks dat de eerste kleur niet zo goed uitblenden. Als je dan ook allemaal andere kleuren gebruikt, valt het niet meer zo echt op. Ik vind het gewoon nou wel allemaal mooi geblend. Nou is het tijd voor eyeliner. Ik ga gewoon een echte wing maken. Ik heb hier twee eyeliners. Een pen eyeliner en een normale. Ik ga denk ik gewoon even de normale gebruiken. Tenminste als die goed is. En als ik hem niet goed vind, dan ga ik deze gebruiken. Dit is de Ultra Black Liquid Eyeliner van Makeup Revolution. En deze is echt heel goedkoop. Echt iets like rond de 2 euro. Ik heb deze van Beauty88.nl. Ik heb bijna al deze make-up van Beauty88.nl. Maar ja, ik vertel altijd bij waar ik alles heb gekocht. Want dat vinden jullie fijn. Dit is dan de eyeliner. Ik wil even de punt zien. Als hij hard is, dan ga ik hem niet gebruiken. Dit is de punt. Hij is niet echt hard. Nou, ik ga het gewoon proberen. Vind ik het niet fijn, dan pak ik alsnog die pen. Nou, ik heb hier de wing gemaakt. Ik vind hem niet heel goed, maar ook niet heel slecht. Het zit een beetje tussenin. Vooral omdat de prijs ook zo goedkoop is, vind ik hem echt absoluut niet slecht. Maar wat mij dus handig leek was om bij het andere oog deze te gebruiken. Dit is de Makeup Revolution Double Flick Liquid Eyeliner. Mensen, ik ben altijd echt heel moeilijk met eyeliners. Ik vind er echt bijna geen eentje echt fijn. Tot nu toe vind ik de HEMA Pen Eyeliner en de Catrice Liquid Eyeliner het fijnste. Oh, en ook eentje van de Action. Vind ik ook heel fijn. Die had ik ook in mijn Action video laten zien. Maar voor de rest, ik heb zoveel geprobeerd. En ik vind ze eigenlijk altijd bijna allemaal slecht. Nou, dit is dan de Pen Eyeliner. Je hebt dus aan de ene kant een wat dikkere, aan de andere kant een wat dunnere. Ik ga gewoon de wat dunnere gebruiken. En ik ga kijken of ik deze fijner vind dan die andere. Nou, ik ben klaar. Ze zijn niet echt gelukt als hoe ik wil, maar oké. Ik vind ze allebei niet zo, maar als ik echt één zou moeten kiezen, zou ik gaan voor de pen. Ik vind de pen eyeliner ietsje beter. Die is ook iets duurder dan deze, maar ze zijn allebei super goedkoop. Allebei onder de 5 euro. Maar ik zou dan zeker gaan voor de pen eyeliner. Ik heb hier de Makeup Revolution Amazing Curve Black Mascara. Dit is een vrij normale mascara en hij is een beetje gebogen. En hij claimt dat deze echt een hele mooie krul maakt in je wimpers. Niet dat ik echt wimpers heb, maar ik ga hem gewoon opdoen. Ook deze is weer super goedkoop. Zoals alles van Makeup Revolution. Niks bij hun is duur. Nou, ik had het niet verwacht, maar ik vind deze mascara echt heel goed. Hij doet echt wat hij zegt. Hij krult je wimpers echt mooi. Je gaat het niet goed zien bij mij, omdat ik al bijna geen wimpers heb. En ik heb nog een dikke eyeliner op, dus je gaat het echt niet goed zien. Maar ik kan het hier wel zien. En deze krult zeker je wimpers. Dus als je daar op zoek bent, als je graag wilt dat je wimpers mooi krullen, dan is deze echt geweldig voor jou. En hij is super goedkoop en ook te koop bij Beauty88.nl. Nou, mijn wimpers zitten erop. Deze zijn gewoon van AliExpress. Ik weet niet meer welke deze zijn, want er staat weer niks meer op de doos, zoals je kunt zien.
zien. Wat ik wel weet is dat ik altijd zoek op 3D minklashes en maak gewoon wat aanklik. Alle 3D minklashes zijn altijd wel mooi. En dan bedoel ik niet die van heel veel in een pak voor 1 euro. Maar echt dat je echt zo een bakje krijgt. En deze zijn allemaal 2 euro. Die zijn altijd wel mooi. Dus kijk gewoon daar even naar. Ik ga nou verder met mijn gezicht. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Ik heb de Makeup Revolution Ultra Face Base Primer 24 Hour Makeup Protection. Nou, en deze claimt dus dat hij je make-up goed op je huid laat zitten voor 24 uur. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ik heb trouwens ook de Makeup Revolution Baking Oil. Deze is heel fijn voor meiden met een droge huid. Als je deze als eerste aanbrengt, dan wordt je huid wat minder droog. Laat hem een beetje intrekken en breng dan pas je primer op. Op dit moment is mijn huid niet echt super droog, dus ik ga deze nou niet gebruiken. Je kunt hem ook mengen met je foundation. Dat doe ik ook vaak. Als mijn foundation te mat is. Nou, hij ziet er in principe gewoon wel goed uit. Ik ga hem gewoon even aanbrengen. Hij heeft verder geen kleur. Het is gewoon doorzichtig. Het voelt een beetje siliconachtig aan. Dus het is wel zo'n soort primer. Meestal maken dit soort primers ook je huid mooi egaal. Hij voelt wel echt heel fijn aan. Mijn huid voelt nou echt heel zacht. Dus dat vind ik wel fijn. Alleen hij voelt wel een beetje dikkig aan. Voor mij is dat persoonlijk niet echt een heel groot probleem. Als je mijn make-up er maar gewoon goed op laat zitten. Dan heb ik hier de foundation sticks van Makeup Revolution in heel veel kleuren. Ik gebruik 2 kleuren, want ik meng ze. Ik gebruik F5 en F9. F5 is in principe mijn kleur, alleen hij is iets te licht. Hij heeft ook gewoon een gele ondertoon, dus hij is verder perfect. Alleen is hij iets te licht, daarom meng ik hem met F9. F9 is niet mijn ondertoon, is ook verder niet echt mijn kleur, maar is een stuk donkerder dan deze. Dus deze samen maakt de perfecte kleur voor mij. Deze foundations zijn niet nieuw. Ik heb deze al vaker gebruikt, ook in Instagram video's. Deze zijn vrij vettig, heel creamy. Dat vind ik heel fijn, want ik heb een hele droge huid. Dus vooral voor de droge tot normale huid zijn deze foundation sticks heel fijn. En ze zijn een medium dekking. Deze heb ik ook van beauty88.nl. Ik moet wel zeggen, breng niet te veel aan, want het kan snel cakey worden. Dat is echt altijd met foundation sticks. Die worden bijna altijd heel snel cakey. Dus blend het gewoon goed uit. Gebruik ook gewoon een goede primer en setting spray en dan komt het wel goed. Ik heb ook een nieuwe foundation gekocht. Dit is de Morphe Y6 Brush. En daarmee kun je kennelijk heel goed je foundation uitblenden. Ik kijk altijd naar Laura Lee op YouTube en dit is echt haar holy grail. Zij gebruikt deze altijd voor foundation en concealer. Ik gebruik normaal mijn beauty blenders, maar ik heb niet altijd zin om naar beneden te gaan om mijn beauty blenders te wassen en weer nat te maken en dan weer terug naar boven. Ik gebruikte normaal dan deze kwast van de Kiko. Maar omdat zij deze zo geweldig vindt, heb ik hem maar gekocht. Hij is niet heel duur, rond de 15 euro. En ik heb hem van beautybay.com. Dus ik ga kijken of dat hij echt zo fijn is. Of hij echt fijner is dan mijn kwast van Kiko. Ik heb deze foundations al vaker opgedaan met andere primers. En dan brengen ze iets troever aan. Dus met deze primer van Makeup Revolution brengen ze heel soepel aan. Dus ik vind die primer tot nu toe echt heel fijn. Echt een go. Nou, dit blende echt extreem makkelijk uit. Ik vind deze kwast heel fijn. Nou, snap ik waarom ze deze zo fijn vindt. Dit ging echt heel makkelijk. Hij blende echt heel snel uit. Gewoon sneller dan mijn Kiko kwast. Dus die wordt nou zeker vervangen door deze. De foundation blendt ook gewoon heel makkelijk uit. Vooral door die primer. Ik vind die primer echt heel fijn. Hij heeft het echt heel zacht gemaakt en heel smooth. En het is totaal niet cakey. Dat is ook fijn. Ik ga even iets meer aanbrengen. Dit is F5 die ik nou op doe. Oh mijn god, dit blendt zo snel. Oké, kijk even. Dit. En het is uitgeblend. Dit gaat echt heel snel. Deze kwast is zeker een aanrader. Ik vind dit echt top. De foundation is top. De primer is top. En deze kwast is top. Nou gaan we verder met concealer. Ik heb de Makeup Revolution Conceal & Define Full Coverage Concealer in de kleur C5. Deze concealer is ook van beauty88.nl. En deze had ik al. Ik heb hier zelfs een hele video over gemaakt. Over die foundations heb ik ook een hele video gemaakt. Ik zal alles in de beschrijving zetten. Deze is echt super fijn. Die is echt full coverage. Enige nadeel, hij gaat echt heel snel leeg. Je krijgt er echt niet veel. Je hebt maar 3,4 milliliter. Terwijl in een gemiddelde foundation zit 6. Dus hij gaat niet heel lang mee, maar hij is wel heel fijn en heel full coverage. F5 is ook echt de perfecte kleur voor mij. Ik zou eventueel ook F6 kunnen hebben. F6 is wat lichter. En dat zou eventueel ook wel kunnen, maar deze kleur is ook gewoon goed. En het is heel fijn dat dit dingetje zo groot is. Je kunt het dan gewoon lekker snel aanbrengen. En ik hou van snel, want dan ben ik lekker snel klaar.
Nou, dan ga ik gewoon weer deze kwast gebruiken, ook voor concealer. Want dat doet Laura Lee ook, dus dat ga ik ook gewoon even doen. Kijken of hij echt zo fijn is, joh. Oh shit, ik heb een beetje concealer gedaan op mijn oogschaduw. Oh mijn god, deze kwast is zo fijn. Oh my god, dit is echt niet normaal. Hij is zo zacht, maar niet te zacht. Hij is gewoon echt perfect voor concealer en foundation, joh. Ik ga wel even mijn beauty blender gebruiken om deze streep op mijn neus uit te blenden. Want daarvoor is die kwast gewoon echt te groot. Oh mijn god, ik vind deze kwast echt top. Ik zal ook in de beschrijving de link van deze kwast zetten waar ik hem heb gekocht. Bij Beauty Bay moet je alleen wel 2 producten kopen, anders krijg je geen optie met PayPal. Dus dat je het even weet. Dan is het tijd om te gaan poederen, om te gaan baken. Daarvoor heb ik de Makeup Revolution Luxury Banana Powder. Nou, ik heb ook de W7 Banana Powder. Deze is super fijn. Gebruik ik echt elke dag. Deze lijkt er echt heel veel op, dus ik ga deze ook proberen. Ik ben benieuwd of deze echt fijner is of dat ze gewoon even fijn zijn. En ik ga mijn beauty blender gebruiken om de poeder aan te brengen. Ook deze is van beauty88.nl. Ik zie nu al meteen dat deze poeder iets meer geel is dan die van W7. Dus als je echt geen gele ondertoon hebt in je huid, dan zou ik deze niet gebruiken. Als je een hele gele ondertoon hebt, dan zou ik het wel gebruiken. Ik heb wel een gele ondertoon. Dus op zich zou die voor mij gewoon goed moeten zijn. Ik denk dat deze poeder vooral heel fijn is als je wat donkerder bent. Ook wat donkerder dan ik, want hij is echt best wel geel. Nou, ik haal het er eigenlijk altijd gewoon weer meteen vanaf, omdat mijn huid gewoon echt te droog is om echt heel lang te baken. Ik vind de poeder op zich gewoon heel fijn, niks mis mee. Alleen de kleur is echt te geel voor mij. Dus op mijn huidskleur vind ik hem gewoon niet zo. Ben jij iets donkerder, dan is deze zeker iets voor jou. Ik vind hem voor de rest gewoon heel fijn. Hij heeft het gewoon mooi smooth gemaakt onder mijn ogen. Dus daar ben ik wel goed blij mee. Ik ga even snel mijn neus contouren, ben ik zo terug. Oké, voor nu is mijn gezicht weer af. Dan gaan we weer terug naar ogen. We zijn echt all over the place. Dan pak ik eerst deze zwarte kleur en die ga ik op mijn onderste wimperrand aanbrengen. Ik doe ook even een zwart oogpotlood in mijn waterlijn. Deze is niet van Makeup Revolution, deze is van Urban Decay. Maar ik heb er helaas geen van Makeup Revolution. Dan pak ik weer deze bovenste bruine kleur en daarmee ga ik over deze zwarte kleur. En dit doe ik om de zwarte kleur iets meer smokier te maken. Ik moet zeggen, ik vind die zwarte kleur echt heel mooi. Er is helemaal geen fallout, vooral met kleuren als zwart. Een hele donkere kleur is het heel fijn als er geen fallout komt. Want als er hier allemaal zwart valt, om dat weg te krijgen is echt niet te doen. Dus ik vind hem heel mooi. Hij is ook gewoon heel zwart. Meestal de wat meer betaalbare zwarte oogschaduwkleuren zijn niet echt heel gepigmenteerd. Dan was het meer een grijs. Maar dit is gewoon echt zwart. Ik vind het echt heel mooi. Kijk, nou heb ik hier die bruine kleur aangebracht en hier niet. Hier is de lijn nou heel strak. En hier is het meer smoky. Strak is ook een look, maar ik wil gewoon vandaag gaan voor meer smoky. Dan pak ik deze geel-gouden kleur. En die ga ik heel veel aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. En ik ga mijn kwast weer nat maken met MAC Fix Plus om het heftiger te maken. En dan pak ik weer die mascara van net voor mijn onderste wimpers. Voor mijn onderwimpers is die ook echt heel fijn. Nou, dan is deze ooglook eigenlijk helemaal af. Ik vind hem heel mooi geworden. Ik heb superveel kleuren kunnen gebruiken om deze mooie tropische look te maken. Ik ben echt tevreden over alle kleuren. Alleen deze kleur was dan iets minder, maar ook niet echt dat ik denk van nee. Ik vind de kleuren allemaal heel mooi. Je kunt echt heel veel looks hiermee maken zoals je kunt zien. Er zijn echt super veel kleuren. Je kunt heel veel looks maken. Je kunt ook een hele blauwe, paarsige look maken. Die twee kleuren gaan ook heel mooi. Ook al zou je dat misschien niet denken, maar die kleuren gaan heel mooi samen. Deze gouden kleur, deze geel-gouden vind ik heel mooi. Vooral hier in de binnenste ooghoek. Het is echt zo'n pop van kleur. Dit paletje is maar 10 of 11 euro. Ik zet de link weer beneden. Deze is van shoprevolution.com. En ik vind hem echt super fijn. Ik vind het paletje echt top. Tammy heeft dit heel goed gedaan. Deze kleuren staan haar ook heel mooi. Zij is ook van een tropisch gebied. Daar komt ze vandaan volgens mij. Vandaar dat ze ook dit paletje zo heeft gemaakt. En ik vind hem gewoon echt toppie. Dan gaan we weer verder met het gezicht. Ik heb in principe alle cream producten gebruikt. Maar ik wil toch dit eventjes vertellen. Ik heb hier ook de foundation sticks in de kleur F14 en F13. F13 is super mooi als cream bronzer. Dit is echt een hele mooie kleur. En F14 is perfect om mee te contouren. Dus daarvoor gebruik ik deze twee ook. Vandaag niet gedaan, maar daarvoor is hij ook heel fijn. Ik heb wel een tutorial op mijn Instagram waar ik al deze foundation sticks gebruik. En daar doe ik het wel. Dus mocht je het willen zien, kijk even
gegeven op mijn Instagram is gewoon mijn voor- en achternaam, Sarah Marieke. Ik heb hier de Makeup Revolution Vivid Baked Bronzer. Deze bronzer is ook van beauty88.nl en heel betaalbaar. Ik moet zeggen, ik ben heel enthousiast over deze bronzer, want hij lijkt op een bronzer van MAC. Die is best wel duur, ik ben even de naam vergeten, maar hij lijkt er echt heel veel op. Dus ik hoop dat hij ook zo aanbrengt. En dan heb ik gewoon een super goede dupe gevonden. Want MAC is best wel duur. Niet iedereen wil die bedragen betalen. Dus ik hoop dat deze bronzer even fijn is. Ik heb hier ook bijna alleen maar matte bronzer. Dus het is wel fijn om een keer een glimmende bronzer te hebben. Dus ik ga die gewoon even aanbrengen. En ik gebruik weer mijn Benefit Cost. Ja, ik vind hem heel mooi. Hij glanst wel echt heel veel. Dus als je daar niet van houdt. Ja. Zou ik het gewoon bij een matte bronzer houden? Ik vind het af en toe wel mooi. Ik vind matte bronzer ook heel mooi. Maar zo'n glans is ook wel mooi. Want dat is toch weer een beetje dat dewy effect. Dat glanzende gezicht effect. En dat is wel mooi. Ik vind hem ook absoluut niet te veel glanzen. Het is gewoon een beetje glans. En het is wel te zien. En ik vind het echt... Ja, ik vind het heel mooi. Het maakt mijn gezicht echt heel bronzy. Vooral hier bij mijn voorhoofd, daar wil ik het altijd heel gebronst hebben, want dan lijkt mijn voorhoofd iets kleiner. Ja, ik ben hier wel blij mee. Hij is wel vrij donker. Ik heb de kleur Bronzed Fame. Je hebt hem ook nog in andere kleuren. Want ik had hem ook nog in een andere kleur gezien. Dus ik weet niet of er maar twee kleuren zijn of meer. Maar ik weet in ieder geval dat je hem ook in een andere kleur hebt. Dus mocht dit niet echt jouw kleur zijn, dan kun je ook een andere kleur pakken. Ik vind hem echt heel mooi. Het is ook een beetje een warme bronzer. Een beetje een rood-bruine bronzer. En dat maakt je gezicht nog extra warm. En ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Want ik vind het altijd heel mooi om er heel bronst uit te zien. Dus deze vind ik zeker fijn. En ga ik zeker vaker gebruiken. Dan gaan we over naar blush. Ik heb hier de Makeup Revolution Blush Palette. Ik weet niet of je naam heeft. Blush Palette Blush Queen is deze. Nog nooit gebruikt ook. Ook weer nieuw. De kleuren zijn allemaal een beetje rozig, paarsig. Vooral deze is echt heel roze. Ik denk dat je deze ook als highlighter kunt gebruiken. Kijk, deze is echt heel licht. Dus misschien dat je deze ook als highlighter kunt gebruiken. Ik ga voor nou voor deze onderste kleur. En dit zijn weer allemaal glanzende blushes. Nou, alles vandaag op mijn gezicht glanst. We worden vandaag één discobal. Ik vind de kleur heel mooi. Hij brengt ook gewoon fijn aan. Maar deze glanzen wel heel veel. Dus in combinatie met ook al een bronzer die best wel veel glanst, is misschien too much. Ik zou deze... zeker vaker gebruiken, maar met een andere bronzer, met een matte bronzer. Maar ik vind hem echt heel mooi. Vooral deze kleur dan, die ik nou op heb gedaan, is echt heel mooi. Die kleur is ook een beetje het meest naturel van alle kleurtjes hierin. Want mijn ogen zijn al vrij heftig, dus wilde ik het een beetje naturel houden. Ja, ik vind het wel mooi. Het blijft ook gewoon mooi. Nou, ondanks dat alles op mijn gezicht al glimt, ga ik alsnog een highlighter opdoen. En ik heb hier drie paletjes van Makeup Revolution. Ik heb hier deze. Dit is de Makeup Revolution Renaissance Illuminate Radiant in Rose. Deze ga ik niet opdoen, maar ik wil hem wel even laten zien, want deze is echt super mooi. Ik had hem ook geswatcht op mijn Instagram en ik heb hem op een foto op Instagram. Daar kun je het zien. Dit zijn drie kleuren highlighter en één zo'n compact. En ik vind deze super mooi. Ik heb hier ook de highlighter van Makeup Revolution in samenwerking met Sove. Deze zijn ook super mooi. Ik heb deze vaak opgehaald. Vooral deze kleur vind ik echt heel mooi. Ik ben hiermee ook een keer naar werk gegaan. Ik werk van 9 tot 6. En om 6 uur zat deze highlighter er nog steeds op. Dus deze twee vind ik ook top. Vandaar dat ik ze even wilde laten zien. Deze had ik allebei al gebruikt. Deze is nieuw, dus deze ga ik nou even opdoen. Dit is de Revolution Pro 4K Highlighter Palette in Gold. Makeup Revolution is dus uitgekomen met een Pro-lijn. Die heet Revolution Pro. En daarbij hoort dit highlighter paletje. Dit zijn vier kleuren. Ik heb de variant gold. Je hebt ook eentje die is meer roze. Deze lijkt heel veel op die van Huda. Deze lijkt er echt heel veel op. Ik ga even deze gouden kleur op deze gouden oogschaduw kleuren om het iets heftiger te maken. Even kijken of dat mooi is. Oh mijn god, dat is echt heel mooi. Zo, dat heeft echt een partij heftiger gemaakt. Kijk, deze is nou echt veel heftiger dan deze. Kun je het zien? Ik vind het heel mooi. Vooral op een donkere huid gaat deze kleur super mooi zijn als highlighter. Echt. Ik zie het echt al helemaal voor me. Altijd als ik dingen uitprobeer wil ik het liefst zoveel mogelijk ervan gebruiken. Dus ik ga nou deze kleur ga ik onder mijn wenkbrauwen doen. Deze witte kleur ga ik vandaag niet gebruiken. Ik ga nou deze kleur gebruiken als highlighter en voor op mijn neus. Ik ga deze kwast niet nat maken met MAC Fix Plus. Want ik vind dat niet mooi voor op je jukbeenderen. Want dan vind ik het er echt uitzien als een soort van veeg. Dus ik laat mijn kwast gewoon droog.
Jullie hebben echt geen idee hoeveel poeder er hiervan afkomt. Ik ga het echt even zo laten zien. Kijk even, al die poeder echt is going everywhere. Ik moet zeggen dat ik het op mijn jukbeen er iets minder mooi vind. Ik ga even deze kleur eronder, daar overheen doen. Ook daar komt weer veel poeder vanaf. En op mijn gezicht gaat het ook een beetje alle kanten op. Ik vind de glitters ook een beetje grof. Ik vond het super mooi onder mijn wenkbrauw en hier in mijn binnenste ooghoek. Maar op mijn jukbeenderen vind ik het helaas niet zo. Vooral voor een pro-line zou je toch wel denken dat je dan wat beter is. Maar ik vind deze niet zo. Ik ga het ook even op mijn neus doen. Maar dat doe ik gewoon met mijn vingers. Oké, de kleur is wel echt heel heftig. Ik heb een beetje te veel opgedaan. Ja, ook op mijn neus gaat het echt alle kanten op. Oh my god. Een beetje weghalen hoor. En het begon zo goed, maar ik vind deze toch niet zo, mensen. Deze is rond de 10 euro ook. Ja. Die gouden kleur is wel echt heel mooi. En die kleur hier zo onder mijn wenkbrauw is het ook heel mooi. Als je het alleen daarvoor wilt gebruiken, raad ik hem wel aan. Maar echt als highlighter, nee. Ik vind dit echt, het lijkt echt gewoon alsof ik gewoon een bakje met losse highlighter gewoon zo op mijn gezicht heb gekleurd. Ik vind die twee andere highlighters van net, die ik net liet zien, vind ik echt veel beter. Die twee van net zijn ook gewoon te koop bij beauty88.nl. Deze heb ik echt van shoprevolution.com, maar ja. Ik had hier best wel hoge verwachtingen voor, want ik vond er ook allemaal heel mooi uitzien. Ook hoe het swatchte zo op mijn vingers, echt belachelijk mooi, maar ja. Op mijn gezicht is het gewoon helaas niet zo. En dan als laatste mijn lippen. Ik heb hier een hele mooie lipstick. Dit is de Makeup Revolution Live on the Dance Floor VIP Lipstick in de kleur Elite. Ik vind deze echt super mooi. Kijk hoe mooi goud. Ze hebben zeker MAC nageaapt met het vormpje zo. Dit is echt gewoon net MAC. Maar ik vind de kleur heel mooi, mooi nude. Ik wist al dat ik voor deze ooglook zou gaan. Dus ik heb er expres een beetje een nude lipstickje bij genomen. Online kun je nooit zo goed zien hoe de kleur echt is. Ik vind hem iets te licht uitvallen. Ik vind hem wel mooi. Maar als zo'n kleur zo licht uitvalt, doe ik er altijd een gloss overheen. Dat is echt een goede tip. Als de lipstick iets te licht is of zo, doe er een gloss overheen. En dat maakt het echt een stuk beter. Dus dat ga ik ook even doen. Ik heb alleen geen lipgloss van Makeup Revolution. Had ik misschien wel even erbij moeten doen. Maar ik kon niet echt een mooie vinden, want ik had er wel aan gedacht. Maar ik ga even de Essence Shine 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 lipgloss gebruiken in de kleur 05 So Into It. Deze lipglossjes van Essence zijn echt geweldig. Vooral als je echt houdt van zo'n hele nattige gloss. Deze zijn echt top daarvoor. En ik heb er iets donkerder kleur gepakt om het iets donkerder te maken. Nou, dit heeft het gelijk iets donkerder gemaakt. Ik vind het heel mooi. Ik vind deze ook echt super, super mooi. Je kunt ook gewoon een iets donkerder lippotlood gebruiken. Of als je lichter bent dan mij, is deze gewoon geweldig voor jou. Ik vind hem heel creamy, heel fijn. En dan is de look eigenlijk helemaal af. Ik ga nog wat fixing spray doen en dan is het gewoon klaar. Nou, dit was dan de make-up look. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Ik heb weer goed mijn best gedaan om alles zoveel mogelijk uit te leggen en te gebruiken. Want dan kan ik het beste mijn mening vormen. Eigenlijk het enige waarvan ik echt zeg nee is dit highlighter paletje. Hij swatcht echt prachtig. Ik vind hem ook echt prachtig op mijn ogen. Maar het is echt een mes. Het is echt een mes. Het is niet mooi. Dit oogschaduwpaletje is zeker zeker een aanrader. Ik heb ook een ander oogschaduwpaletje. Die ga ik even laten zien. Dat is de Beauty Legacy paletje. Paletje bedoel ik. Je hebt ook een highlighter, blush en bronzer. Het enige wat ik minder vind in het paletje is de highlighter. Voor de rest vooral deze kleur. Ik heb hiermee een look gemaakt en die staat op mijn Instagram. Ook de tutorial staat op mijn Instagram met dit paletje. Deze is ook echt super mooi. Deze is ook echt super mooi. Ze zijn allebei heel mooi. Allebei rond de 11 euro en zeker je geld waard. De bronzer is ook heel mooi. Hij glanst wel echt. Dus als je dat niet mooi vindt, zou ik het niet doen. Vooral als je ook heel veel oneffenheden hebt op je huid, raad ik een glanzende bronzer sowieso niet aan. Dan kun je beter een matte bronzer pakken. Omdat ik deze zo slecht vond, raad ik eigenlijk deze aan. De Makeup Revolution in samenwerking met Sof Highlighter Paletje. Echt mensen, deze blijft echt de hele dag op je gezicht. Deze is echt top. Allemaal te koop bij beauty88.nl. Deze is te koop bij shoprevolution.com. Ik zet alles in de beschrijving, ook de websites en alles. Kun je gewoon alles voor jezelf kopen en kijken wat jij graag zou willen. Laat even weten in de reacties wat je vond van de video. Of je al iets van deze make-up hebt. En laat gewoon even iets horen van jezelf. Vergeet ook niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie snel weer bij de volgende video. En die gaat echt heel leuk zijn. Want dat is weer één van de meest aangevraagde video's. En die komt dus zaterdag. En dan gaat hier in één keer random een alarm af. Nou, tot zaterdag. Doeg!